En vanuit jou gaan we door naar echt de aarde. Want ik heb een shamane gevraagd om iets te vertellen over de verbinding met de aarde. En dat komt eigenlijk, vond ik heel mooi aansluiten bij jouw verhaal, Jeff. En zij zegt ook, de aarde is eigenlijk van ons allemaal. En zo zie ik het ook. Je kunt de aarde niet bezitten, want de aarde is eigenlijk... ja, je kunt het ook misschien zien als een persoon of een orgaan of in ieder geval een levend iets. Maar het is van ons allemaal, we mogen haar gebruiken. Maar wel een liefdevolle manier. En daarom heb ik Patricia gevraagd om wat te vertellen. En wat mij heel erg raakte tijdens de presentatie van Patricia, dat ga ik nog eens vertellen. In het begin dacht ik eventjes van, oh, dit is wel heel zweverig. En toen zei ze iets en toen dacht ik, ja, maar dit is precies de essentie waar het om gaat. Want wij zijn in onze leven zo ver verwijderd van de natuur. Dat de manier waarop sommige mensen erover praten, dat het eigenlijk al iets te ver van ons afstaat. En dat maakt juist dat we heel erg onszelf kwijt zijn geraakt. Want we zitten zelf, zijn we ook natuur. En we missen die verbinding met de natuur. Dus dat was voor mij de grootste eye-opener van Patricia Penning Shamanen. Ik ga nu even kijken hoor, of ik een share screen kan gebruiken. Ja, ik ga haar filmpje delen. Hier is het filmpje van Patricia. Hallo allemaal, mijn naam is Patricia Denser-Oplij en ik ben shamane en spiritueel coach en ik heb ook een praktijk.